Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 17. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. We zitten op het vliegveld. Ik had dus slaappillen gekregen in Nederland. Toen we die ophaalden, zeiden ze dat ze onder de opiumwet vallen en dat je ze dus niet mag gebruiken. Ja, je mag ze wel innemen, maar je mag ze niet meer vliegen en al helemaal niet naar Shanghai. Nu had ik ze in mijn tas zitten. Ik dacht dat ik ze eruit had gehaald, maar dat had ik dus niet. Ik denk, oh, dat is mooi, dan kan ik dat op de terugweg nemen. Klein dingetje, ik denk, weet je, ik ga het voor de douane al nemen, want dan kunnen ze me in ieder geval niet, weet je wel, eruit pakken en dat ik dan iets illegaals doe. Dus ik dacht, ik neem hem voor de douane in. Ik ben nu door de douane heen, zoals je kan zien. En ik ben met een partij slow. Ik voel me echt zo super dronken. Maar zonder het kutte gevoel van dronken, weet je wel. Dus ik voel het alleen super relaxed en slow. Wat ik op zich wel zin in had, even ontspannen. Heel ontspannen. En ik zit dus nu in een restaurant. En ja, ik denk dat ik gewoon even voor de tuna salad ga. Hoewel, dit is het plaatje. Ziet er niet super lekker uit. Ja, eigenlijk ziet alles er wel lekker uit. Dus als alles lekker uitziet, dan neem ik altijd gewoon het goedkoopste. Dat ga ik doen. Volgens mij praat ik echt zo slow als een achterhand van een luipaard. Sorry daarvoor. Maar ja, ik dacht, het is wel grappig om het vast te leggen, denk ik. We hebben een partij slow, joh. Holy moly. Het ziet er best lekker uit. Sappie erbij. Yummy. We zijn eventjes verder en ik heb een hele hoop geshopt hier op het vliegveld. Normaal vind ik altijd dat het een beetje duur is allemaal. Maar nu was het allemaal topspul en echt leuke dingen. Dat ik dacht van, hé, dit is echt leuk om te geven voor kerst. Dus dat heb ik nu ook gewoon allemaal al klaar. Dus dan hoef ik dat van de week ook niet meer te doen. Super time efficient. Na het eten had ik ook een beetje het idee dat ik iets minder dizzy en sloom was. Dus dat is ook wel prettig. Dan kan ik gewoon weer een beetje functioneren. Het enige wat ik nu nog eigenlijk zou willen is bubble tea. Hè? Voor de laatste keer. Doen we gewoon eventjes nog. Dus daar ben ik nu naar op zoek. Moet lukken, denk ik. Ik heb echt iets leuks gekocht, joh. Ze heeft het alleen dichtgeplakt. Maar weet je, vroeger had je altijd Smarties. Maar tegenwoordig heb je die niet meer. Of in ieder geval heb je alleen die minis. Ik heb dus hier gewoon de originele Smarties gevonden. Kostte me 8 euro, though. Maar dat vind ik waar. Want ik wil echt even weer old feeling Smarties terug, weet je wel. Dus dat heb ik nu gehaald. En ik moet minder dan een uur wachten om te boarden, dus dat ga ik nu doen. Ik ga denk ik maar gewoon even bij de boarding zitten alvast. Ik heb nog geen bubble tea gevonden. Misschien doe ik daar nog een poging toe wagen. Ja, dat ga ik eerst doen. Zie ik dit nou goed? Zijn dit krabben? Maar dan gewoon levende ook, want ze zijn gewoon nog zwart. Ze zijn nog niet gekookt. What the actual fuck? Ze verkopen hier krabben. Raar! Gevonden bubble tea en dan less sugar. We gaan het zien wat we krijgen.
Yes, thank you so much. Bye. We zitten bij de gate, we hebben bubble tea. Ik ga hem even proeven, want deze is natuurlijk anders dan dat ik de rest van de week heb gehad. Want toen had ik de hele tijd green tea, jasmine, latte, bubble tea. Ja, het is een hele mond vol. Maar nu heb ik dus gewone bubble tea. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat smaakt. Lekker. Anders, maar wel ook weer lekker. Die bubbels maken alles goed. Ja, dit is op zich wel een relaxe tijd ook om te vliegen. Omdat je dan zo aankomt, dan ben je van de vlucht word je toch altijd moe. Ja. Dan kun je daarna gewoon naar bed. Ik ben weer in Nederland. Mijn ouders hebben me opgehaald, super lief. Dus nu gaan we even wat eten. Waarschijnlijk in Breukelen, dat vind ik altijd leuk. En daarna zetten ze me af bij Nicky. Lekker uit eten bij in Breukelen, hoe heet het ook weer? Van de Valk. Ik heb hertenbiefstuk. Oh, je hebt een mix van visjes. Nee, het was school, maar er stond bij ook gamba's. Lekker, ik vind die lekker, die tomaten. Oh, dat maak je wel. Dat helpt. Het is makkelijk. Oh, dank je. Oh, my baby. So I'm crazy. Yes, ik ben weer thuis. Of ja, bij Nicky. Wat bijna mijn thuis is ook. Ik heb echt zoveel pakketjes, koffer en allemaal pakketjes gekregen toen ik weg was. Ik denk dat ik het allemaal morgen open ga maken. Ik ben kapot van deze reis en van het alles. Ja, dankjewel voor het kijken allemaal voor deze vlog. Het was vooral voornamelijk veel reizen. Wat wil ik zeggen? Oh ja, dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. En tot morgen. Doei!